We zijn hier op het bedrijventerrein Kerkenbos in de wijk Lindeholt. Hier is het bedrijf HCM Medical gevestigd. Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op het gebied van medisch implantaten. We zijn hier vandaag bij HCM Medical en we praten met Harriet Valster. HCM Medical, wat is dat? HCM Medical, het staat voor High Tech Contract Manufacturing. Ja. En contract manufacturing betekent, zoals in Nederlands, loonfabrikant. En dat is ook wat we doen. Dus wij maken producten voor andere bedrijven. Oké. Okay. En wat maken wij hier voor die andere bedrijven? Wij ontwikkelen en maken medische implantaten, met name gebaseerd op schoongemaakte weefsels. Okay. Mensenweefsels, maar ook beestenweefsels. Een van de weefsels die al vrij lang in gebruik zijn, of die gebruikt worden voor medische implantaten, zijn botten, mensenbotten. Ja, ja. En dat is ook wat we doen. Dus wij maken mensenbotten schoon, maar sinds kort maken we ook allerlei soorten beestenbotten schoon. En nou heb ik gehoord dat jullie dat doen via superkritisch CO2. Dat klopt. Vertel me, wat is dat? Ja, dat klinkt mooi, hè? Ja, superkritisch CO2. Ik denk aan de lucht, noem maar op. Ja, wij krijgen gewoon hier CO2 in het bedrijf. Komt gewoon in cilinders binnen. Ja? Die cilinders die sluiten wij aan op een CO2-apparaat. Ja. Dat hebben wij hier in onze laboratoria en cleanroom staan. En hoe maak je van CO2 naar superkritisch CO2? Door de druk en de temperatuur te verhogen. Dus als je de temperatuur van CO2 verhoogt, ja, en ook de druk verhoogt, dan krijg je zowel een CO2 wat een vloeistof-eigenschap heeft en een gas-eigenschap. Als CO2 in een cilinder zit, dan is het een vloeistof. Ja. Onder druk wordt het een vloeistof. Ja, okay. Als je CO2 aan de lucht, dan is het een gas. Ja, ja. Ja? CO2, ook wel droogijs genoemd, is bij een vaste temperatuur min 80 graden. Ja. En dan wordt het wel gebruikt om op transportproducten gekoeld te verplaatsen. Ja, ja, nou, als we nou met druk en temperatuur spelen, dan krijgen we dus een combinatie van eigenschappen van gas en vloeistof. Okay, ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. En dat gebruiken jullie om die weefsels schoon te maken, ja, en om botten schoon te maken. Dat klopt. Ah, die hoef je niet op. Oh, gelukkig. Gelukkig dat ik dat niet op. We staan hier in het laboratorium van HCM Medical. En ik spreek nu met Joost De Maret. Ja. Zonder thee. Joost, we gaan kijken naar dat weefsel, dat botweefsel. Mm-hmm. En, of naar botten. En hoe het schoongemaakt wordt. Ja. Wat zien we hier? Nou, we zien hier als eerst het onbehandeld bot. Zo krijgen jullie het binnen? Nou, we krijgen het binnen als een heupkop of een kniegewricht. Ja. Dit is, in dit geval komt dit van de heupkop van een paard. Okay. Dus dat is dan ongeveer zo'n geheel, vrij groot. Daar zagen wij deze blokjes uit. In dit geval niet voor een bepaald doel, maar een bepaalde vorm. Dus daarom zijn het wat ongelijke stukjes. Dit gaan we in de extractor doen. Dat is een superkritisch CO2 extractor. Eigenlijk een soort machine die haalt het vet eruit en hij haalt de cellen eruit. Okay, ja. Wat er gebeurt is, er gaat CO2 doorheen om een bepaalde druk en temperatuur. En door die combinatie van de druk en de temperatuur haalt het de superkritische fase. En dat zit tussen gas en vloeibaar in. Dan komt het er zo uit te zien. Dus dan is het wel schoner, maar nog niet helemaal schoon. Resten van cellen kunnen er nog in zitten. En dat donkere wat te zien is, dat is vooral bloed. En dan gaan we dus behandelen met chemicaliën. Ja. Waardoor het er zo uit komt te zien. Dus dan is het mooi wit. Okay, dus dan krijg je een soort... Je kunt er bijna doorheen, ja, je kunt er op sommige gedeelten bijna doorheen kijken. Ja. We kunnen het vermalen. Dan worden het botchips, zoals zij dat noemen. Ja. En dan kan een chirurg daar een klein gatmee opvullen.
Als het... die krijgt dan als het ware een potje ja. met dit materiaal ja. erin, wat, zeg maar, wat helemaal tot ja, zaakse ja, gemaakt chips. Is. Ja. Ja. En dan kan hij dat inbrengen bij een patiënt. Als het bijvoorbeeld een gat is wat een beetje aan opvlak zit of wat een vorm heeft wat niet met bijvoorbeeld een blokje op te vullen is, dan ja. wordt dat met chips gedaan. Daar gaat iets overheen om te zorgen dat die chips er niet weer uitvallen. Dus dat kan of de huid zijn of dat kan een membraan zijn, dat kan je ook maken. En dan wordt dat zo op zijn plek gehouden en dan kan dat weer dichtgroeien. Dus dit wordt dan eigenlijk straks een vulmiddel, moet ik zeggen. Ja. Voordat we gaan praten over de toepassing van de schoongemaakte botten, gaan we eerst naar de pitch van de week. Kent u dat? Er is een probleem. Het probleem wordt opgelost. Alleen door deze oplossing ontstaat weer een nieuw probleem. Herkenbaar, hè? Op de operatietafel in het ziekenhuis gebeurt dit heel erg vaak. Zoals bijvoorbeeld bij een blaasvergroting of een plasbuisreconstructie, waar onvoldoende omliggend weefsel aanwezig is. Wat de chirurgen dan doen is, zij halen op een andere plek in het lichaam, bijvoorbeeld het wangslijmvlies of het darmweefsel, daar halen zij een stukje weefsel weg en dit gebruiken zij vervolgens om het defect aan de plasbuis of blaas te repareren. Dit is natuurlijk gewoon het probleem verleggen, want op de ene plek los je een probleem op, maar op de andere plek creëer je er juist weer een. Zou het anno 2017 met alle medische kennis die wij nu hebben niet mogelijk zijn om een beter alternatief te bedenken? Wij denken van wel. Mijn naam is Luc Verstegen en samen met Paul de Jonge gaan wij het probleem niet verleggen, maar wij gaan de patiënt een echte oplossing bieden. Wij gaan namelijk geen gebruik meer maken van weefsel van de patiënt zelf, maar van dierlijk weefsel, zoals bijvoorbeeld een varkensblaas. Het is natuurlijk niet mogelijk om deze varkensblaas direct in de mens te implanteren, omdat je dan direct een afstotingsreactie krijgt. Het is noodzakelijk om eerst de blaas schoon te maken en alle dierlijke cellen te verwijderen. Dit doen wij samen met onze partner HCM Medical door gebruik te maken van een innovatieve CO2-technologie. Na deze CO2-technologie is het blaasweefsel schoon en vrij van dierlijke cellen en ontstaat dit witte matje. Dit witte matje is celvrij en kan direct worden geïmplanteerd in de plasbuis of in de blaas. Een bijkomend voordeel van deze methode is dat hij bijdraagt aan de duurzaamheid, omdat we gebruik maken van dierlijk restmateriaal wat we verkrijgen via regionale slachthuizen. Door het restmateriaal op deze manier te gebruiken, creëren we dus weer een hoogwaardig medisch product waarmee urologische defecten kunnen worden gerepareerd. Op deze manier heeft de patiënt dus geen extra operatie nodig, waardoor hij minder ongemak zal ervaren en eveneens worden daarbij kosten bespaard. We hebben op dit moment al enkele prototypes gemaakt, alleen we zijn nu nog op zoek naar financiering om ons productieproces te optimaliseren en te registreren, zodat ons product snel naar de markt kan. Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft om te investeren in het mooie project? Neem dan gerust contact met ons op via de website van HCM Medical. En dan nu de toepassing van de schoongemaakte botten. Dan kun je hier nou ook een bot van maken, stel dat mijn heup kapot is of iets ergens kapot is, dat je daar de vorm van namaakt in een soort mal? Nee, dat kunnen wij niet. Wij kunnen daar geen mal van maken of het weer terug in een vorm te krijgen. Het is ook niet zo dat als wij bijvoorbeeld een menselijke heupkop zouden krijgen, dat we die ook weer als heupkop kunnen inzetten. Dat gaat ook niet. Nee. Dus het is puur bedoeld als vulmiddel voor daar waar een gat ontstaat in een bestaande bot. Klopt. Ja. Oké. En als je nou kijkt, hè, van hier, deze botten halen jullie van de slachterij. Ja. Ja, en dan moeten ze helemaal schoongemaakt worden. Hoe gaat dat schoonmaken in zijn werk met die CO2, die superkritische CO2? Daar hebben we deze machine voor. Oké, Joost, nu zit het erin. Ja. En nu moeten we wachten? Ja, nou is het wachten. 8 uur wachten. 8 uur wachten. Nou, dat is lang. Oké, dan hou ik hier even bij en dan kom ik over 8 uur kom ik terug. Dat is goed. Joost, zullen we eens naar het resultaat gaan kijken? Ja. Ik ben benieuwd.
Oké, okay. Dat is het resultaat wat eruit komt. Ja. Ja. En dit is nu helemaal eigenlijk vetvrij en bloedcelvrij. Of ja. Bloedvrij. Celvrij. Of celvrij. Vet ja. En celvrij, ja. Ja. En bloed is nog zichtbaar. Ja. Dat zijn de bruine plekjes. Ja, ja, ja. En dat gaan we in de volgende wasbeurt eruit halen. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Dat doen we met chemicaliën. Dat doe je gewoon met chemicaliën. Ja. Dat is gewoon een chemisch proces. Ja. Dat alles, ja. Zeg maar, alles wat er nog in als laatste resten in zit. Ja, dat gaat er dan uit. Oké. Okay. Ja. Na de behandeling van het bot met superkritisch CO2 is het dus vet en celvrij. En na de chemische wassing klaar voor de markt. Maar mag dit bot uit dieren nu ook zomaar gebruikt worden in een toepassing op de mens? Als je een product buiten Nederland op de markt wil brengen, een botweefsel of een ander weefselproduct, dan kan je beestenweefsel middels een ISO-regelgeving op de markt brengen en is het veel makkelijker te verkopen in Europa. Beestenweefsel moet je schoonmaken, je moet aantonen dat het veilig is, je registreert het volgens de ISO-regelgeving, dan krijg je een CE-kenmerk op het product en daarmee kun je het buiten of binnen Europa verkopen. Het is wel het een meerwaarde geven aan die weefsels door ze veilig te maken en zodanig geschikt dat ze voor medische toepassingen kunnen worden gebruikt. Een ander mooi voorbeeld is als je op het sportveld een kruisband scheurt. Ja. In veel gevallen wordt uit je been waar nog een intacte kruisband zit, gewoon een stuk pees weggehaald. Ja. Ja. Wij zijn in staat om pezen schoon te maken, of dat nou van mensen of van beesten is, die dan gewoon klaar ligt in een zakje met behoud van de eigenschappen van een kruisband, zodat je het been wat in principe correct is en intact niet kapot hoeft te maken om je kapotte been te repareren. Ik denk dat menig voetballer hier gelukkig mee zal zijn als dit uiteindelijk tot een goed resultaat leidt. Ja, dat hoop ik. Dus dat zijn de aandachtsgebieden waar we op dit moment mee bezig zijn. Ja, prachtige ontwikkeling. Mooi.